Masraoui denk ik sowieso niet. En achter Nico staat ook een heel groot vraagteken. Zeg maar het eerste uur een prima Ajax met schitterende goals. Ja, zo stel je het voor. En ja, jammer dat er geen publiek is, maar ik denk dat ze genoten hadden van de kwaliteit van de goals die we maken. En ja, dat was gewoon prima positiespel. En van daaruit inderdaad met beweging achter de laatste linie komend en mooi afrondend. Ja, en dan het laatste half uur, dan is de energie wat minder. En dan komt de tegenstander ook terug in de wedstrijd. En dan scoren ze nog twee goals. Ja, dat was onnodig. Maar goed, dat moeten we snel vergeten. Snel richting donderdag. De backs waren er niet bij. Verwacht je dat ze voor donderdag gesteld zijn? Masraoui denk ik sowieso niet. En achter Nico staat ook een heel groot vraagteken. It seemed to be that you got back in the team in January already. But it took some time after that. What was the problem with it? I mean, like I said, it was my first injury, so I was also learning about my body and how my body works. So I had to, take some time to go through some stuff and understand certain stuff, you know. So I would say it was just learning more about my body. Yeah. You know, when you're injured, you want to come back quick and all of that, but sometimes your body decides. So, but during all this process, that was what I learned. So, yeah. And Thursday is another game. Does it mean that you can play not on Thursday because you played an hour today or maybe a few minutes? The coach decides who plays, but I feel good and anytime I'm on the pitch, I'm ready to play.